Welkom weer op een nieuwe vlog. Mijn naam is Uder Ja. Ja, ik ben nog eens een keer een vlog nog in de kan aansteken. Sorry ervoor dat ik gisteren niet heb gevlogd. Want gisteren was zo'n mooie dag. Ja, vandaag is opnieuw een mooie dag. Maar we gaan wel vandaag iets leuks doen. Gisteren hebben we gewoon buiten gezeten. Meer niet. En daar kan ik niks over vloggen. Dus daarom heb ik gezegd van sorry. Er is geen vlogje. Dat is een dansje overstaan. Dat mag ik wel eens. Als ik dus kan genieten van het weer, gewoon hier op het koerkje liggen met mijn bureaustoel erbij, met wat water. Ik heb gewoon met een auto gewassen, meer niet. Voilà. En de ontbijttafel staat ook al klaar, dat is goed. Ik kan dit direct lekker gaan eten. En binnen een goede tik, klein of eigenlijk het is een klein uurtje. Kan ik mijn vlog uploaden. En kijk eens hier, ik heb hier ook een nieuw bed. Hoi hoi hoi. Allee, tot zelfs allemaal. Ik heb mijn GoPro moeten laten opladen. Want, ik ga eens even kijken. Heeft nog maar 39%. Oh no, oh no, oh no, oh no, no, no. En ik moet nog de ganse dag vullen maar. Ah! Dus ik ga hem nu even ook eten geven. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Do, 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 do. Wat we vandaag gaan doen, dat weet ik nog niet. Maar we gaan wel iets terug doen. Yo, yo, yo. Zo mensen. Ik ben mijn computer af aan het sluiten. Daarna ga ik naar mijn mama toe. Daarna gaan we een hele leuke wandeling maken. Alles meenemen natuurlijk. Ook mijn drinkjes heb ik mee. Dat is het belangrijkste. En dan nog mijn sleutels. Mijn sleutels. Ja, ik... Ah, die zitten rond mijn vinger. Oh my god, die zaten rond mijn vinger te bengelen. Ah. Nu begin ik nog met een rugzak ook nog. Ai, 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 ai. Ik ben alles met één hand aan het tillen. Oh. Voilà, ça. Even gewoon moederdag vieren. En dan een leuke wandeling maken. Wat ik heb uitgestippeld. Weer al met knooppunten. En die gaan jullie binnenkort wel tevoorschijn zien te verschijnen. Ik heb mijn rugzak ook van achter leggen. Mijn raam heeft daar niet de hele nacht open gestaan. Hè? Ja, heb ik open gezet, want het was heel te warm. Ah, oké. Halasse. En dan ga ik maar eens vertrekken. Halasse. Tot straks allemaal. Yo, yo, maar wij de vorige keer niet zijn aangekomen, zijn we wel aangekomen op een 175 kilometer aan ineengesloten wandelroutes. Dus hier zijn redelijk wat wandelroutes. Wij hebben een wandelroute uitgestippeld met knooppunt. Hier in Nederweert. Het heet hier, eens even kijken, want het staat ook hier zo mooi op het bord. Houtsberg. Welkom bij de dagcamping Houtsberg. Peelvennen rondom Nederweerdeind. Dus welke knooppunten gaan we doen? Kan ik jullie ook direct zeggen, dat is knooppunt 38, 35, 34, 32, 31, 77, 77, 78, 79, 82, 11, 13, 15, 16, 17, 40 en 38. Dat is 6,6 kilometer wandeling dat we gaan doen. Dus ik zal zeggen, veel kijkplezier weer al op een timeslap van de wandeling. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in us. They know we'll burn down the night. Come in just like the sunrise. You know that we gonna light it away tonight. We gonna light it away tonight. We gonna light it away just like the sunrise. We gonna light it away now. Zo, ik heb hem op een bepaalde punt OKB achtergelaten. En ja, ik ga die wel terughalen. Dus ik kon totaal niet meer. Ik kon ook eigenlijk totaal niet meer, maar ik heb wel mijn wandeling volledig, maar ook echt volledig uitgewandeld. Yeah, mijn 6,6 kilometer gewandeld. De volgende stap is 8 kilometer al, dus dat is goed. Juist ook op tijd bij het warmste moment bij de auto geraakt. Daar ben ik ook heel blij om. En dan terug richting België, Limburg, Alken. Om daar te eten, familie te kijken, weer naar huis te doen, vlog in elkaar te steken. Jawel. Dus ik heb nog een en het ander ook nog te doen. Maar ik zie momenteel nog altijd mijn wagen niet. Ik zit hier nog altijd mooi in de natuur te wandelen. Je ziet het. Dit is nu eigenlijk mijn normale tempo. Waar ik altijd wandel in het begin. Dus dit is mijn snelheid. Het is ook echt mooi weer. Warm. Echt vooraf te zien. Ik zweet tot en met. Veel spinnenweb rond mij. Straks nog een goede douche nemen. Voilà. Nu nog aan mijn wagen belanden. En dan op GPS naar Bea toe. En dan op GPS terug naar mijn thuis toe. Want ik zit hier in the middle of nowhere. En ik zie mijn boeleken al staan, dat is goed. Dat is heel goed. Daar is mijn volgende paalke, 38. Dus wat kan ik nu ook nog doen? Op Pacer. Dus ja, ik zet altijd Pacer aan. Op Pacer zet ik dan mijn stappenteller op. Die ik nu niet even kan vastkrijgen. Nu moet ik eens even kijken tot welke punt dat ik moet wandelen. 8-1. Pacer. Ik ga eens terug open. Joost Klein stuurt een hartje naar mij toe. Dankjewel Joost. Ik denk gewoon tot aan die plakkaat dat ik moet wandelen. Jawel, dan heb ik echt mijn wandeling helemaal uitgewandeld. 40 meter, eindpunt van de route bereikt. 40 meter nog wandelen. Kom aan, dat moet nog lukken. En ik, de snelheid stond op 3,4 en ik had die terug kunnen. Ongeveer 20 meter, eindpunt van de route bereikt. Je hebt het eindpunt van de route bereikt. Activiteit gepauzeerd. 6,66 kilometer. 666 weer. Al ziet, hier is ze. 666. Oh my god. Sla activiteit op. Voltooid. Afstand 6,66 kilometer. Tijd 1 uur 40 minuten 1 seconde. Tempo 15 minuten 0 seconden per kilometer. Stappen 79,192. Calorieën. 132. Net geen 10.000 voetstappen gezet. Binnen ongeveer 40 meter, eindpunt van de route bereikt. Ja, ik zet u ook af. Voilà. Ja. Dan. Nu nog richting B loodsen. Tot straks allemaal. Jojojo. Hallo kikkers. Jawel, ik ga even nog één afleveringsje familie bij mijn schatje kijken. En dan ga ik richting Begonielaan teruggaan. Want ik begin echt vermoeid te worden. Een hele goede wandeling was het, maar wel lekker warm. Heerlijk warm. En pittig, ja. Want maar, dat was modderig ook, hè? Ja, maar het was wel een hele mooie streek. Het was echt een heel mooie streek. Dus voor jullie is het aangeraden nog eens om die wandeling te doen. Kan leuk zijn. Voilà, ze. Dus nu ga ik even één aflevering van familie kijken en dan begon je. Zo mensen, thuis aangekomen. Even alles nemen. Handrem op. Genoeg gereden voor vandaag. Jezus Maria Jozef. Wat een wandeling. Moe op, blijf ook daar staan. Ja, oké, dan steek ik over. Oh, het is goed warm buiten. Heel goed warm buiten. Te warm buiten. Sorry, ik klaag. Hoi, hoi. Ja, natuurlijk pak ik de lift. Ik ben gewoon op. Ik hou mijn sleutels ook goed vast, dat hem niet meer in die gleuf kan vallen. Moet toch altijd weer bij mij gebeuren, hè. En dan nu nog de sleutel nummer 002 zien te vinden. In mijn sleutelbos. Gevonden! Hey, ik ben thuis. Ik ben thuis. En hoe warm zal het thuis nu zijn? Hoe warm zal het zijn? Hier valt het nog reuze mee. 22 graden. Oh. En ik moet nog de afval doen. Zie ik. En dan wat opruimen, zie ik. Ja. Maar eerst de kleine kamer, dan wat opruimen en dan zie ik nog wel. Jojojo. Dus ik ga hier, dus kleine, ik ga nu naar de kleine kamer en dan zeg ik wel wat ik er nog na ga doen. Want ik moet zo. Wat ga ik nu nog allemaal doen? Dat is 1. Wat opruimen. Ik ben nu al mee bezig. Voilà. Mijn sandwiches wat ik nu nog over heb, zijn er nog maar 2. Het water is al aan het vullen, dat is 3. Dan hier de Republiek en nog wat afwas. Alles wat uit mijn besteklade is gekomen, dat was ik af. De handdoeken, check. Die ik nodig ga hebben. Dat is meer dan water genoeg. Check. Dan. Yes, nog afwas. En afval. Dus afwas. En dat is allemaal voor de container. Heb ik nog iets voor de container? Dat is er voor de container. Daar staat ook nog iets leegs. Dat is ook nog voor de container. Hier is zo ver ben ik nu op aan het ruimen. Ja, wat een man. En dan naar de wandeling. Moet kunnen, hè. Moet kunnen. Voilà. Deze kan daarin. Deze kan daar en deze ook. Oh, die gaat er eruit vallen. Ik weet dat jullie zo door elkaar worden geschud. Sorry daarvoor. Ik kan niet anders. Voor het erin te leggen. En nu, het leuke. Oh, ik zie hier nu nog iets. Nog een flesje. Even gaan wegbrengen, mensen. Ben ik te lang weg geweest, mensen? Ik hoop van niet, hè? Ik hoop van niet. Nu, de afwas. Oei, oei, oei. Al mijn houten bestek is gevallen. Dus ik ga die ook even opruimen. Jullie zien mij in het hoekje. Hallo. Nu, heel snel de afwas doen. Oh, ik zie nog afval. Oh, echt waar. Jezus Maria Jozef. Ja. En dan morgen de Q&A, daar kijk ik naar uit. Dus stel uw vragen maar lekker onder deze video. Dan beantwoord ik die bij de Q&A. De Q&A, de Q&A. Ja, dus zo ben ik dagelijks bezig, dus met de afwas, opruimen. Speciaal. Ja, ik probeer altijd alles al bij elkaar te leggen voor af te drogen. Dat geef ik je ook als tip. Dan kun je die ook sneller wegleggen en al. Dus even kijken, is er nog ergens iets vuils? Nee, nee, nee. Oké. Hier ook al leggen. Voilà. En dan kan ik het water al wegdoen. Dan heb ik al afgewassen. Voilà. Nu nog alleen nog afdrogen. Dat moet ook gebeuren, hè mensen. En wat vonden jullie van de timeslap van de wandeling? Een paar keren hebben we een pitstop gedaan. Ik denk 3 keren. We hebben een pitstop ingelast. Maar ik kon nog wel goed doorwandelen, dat geef ik wel nog eerlijk toe. Ik vond dat nog perfect. Niet goed schudden. Want ik hoor toch dat er nog een en ander in zit. Maar het maakt niet uit. Deze gaat hier ook al in. Voilà. Daarna ziet het bestek, dan kan ik het trek al in de juiste laden al leggen. Voilà, ziet lepels, trek in de juiste schap. Dan de speciale messen, trek in de juiste schap. Voilà, dan nog één vork. Eén vork, voilà. Dan nog een koffielepeltje, voilà. Daarna nog een kommetje. Voilà. En nu ga ik de bestanden al van mijn GoPro halen. En dan hoogstens kan ik die al in elkaar steken. Misschien. Wat ik nu nog ga doen, dat is afwassen. Mij afwassen eigenlijk, ja. Douchen. Dan nog een paar serietjes kijken. Ik ben echt moe. Dan ga ik ook nog eens kijken wat nog in mijn rugzak steekt. Want ik heb mijn rugzak ook mee naar boven genomen. Ah ja, haar zwemgerief. Die moest ik in de blauwe mallet steken. Dan hebben we die altijd bij als we gaan zwemmen. Check. Daarna heb ik ook nog een fles. Check. Nog een fles. Check. En de kabels. Check. Die ga ik hier wel inlaten. Dan heb ik hier nog koekjes. Check. Die ga ik hier inleggen. Dan ga ik hier regelmatig zoals eentje van nemen. Is er dan nog iets? Nee. De rest mag eigenlijk ook nog eens weggegooid worden. Dus wil ik dit. Voilà. Voilà. Nog wat afval. Blijf maar afval bijpakken en al afval vinden. Noem maar op. Jezus, Maria, Jozef. Oh. Voilà. Maar ja, ik ga hier de vlog ook al beëindigen. Dus ik hoop dat jullie er echt hebben van genoten van mijn vlog van vandaag. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet mijn bel te drukken. Dan blijf je te horen wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Zoals altijd zeg ik dan op het einde: yo 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 yo.